Suzanne verrast samen met Bravo haar vriendin Rianne met een dagje uit. Speciaal voor hen rollen wij de rode loper uit. Dus Suzanne, vertel, waarom verrassen we jou en je vriendin eigenlijk? We hebben een vriendin die heeft een nierziekte, dus die kon nergens meer naartoe met ons. En anderhalf jaar geleden heb ik haar een nieuwe nier kunnen geven. En daarom kan ze nou mee met ons op stap. Rianne, zou jij eens kunnen uitleggen wat deze dag en Suzanne voor je betekenen? Ik wist gewoon dat het nodig was dat ik hopelijk weer een transplantatie zou krijgen. Suzanne stond meteen op en wilde dat heel graag doen. Als Suzanne dit niet gedaan had, dan had ik hier niet over me gezeten. Ja, dan is het gewoon heel bijzonder dat er zo'n groep vriendinnen zijn, maar ook heel veel mensen om je heen eigenlijk, die er zo mee begaan zijn en die het allemaal voor je over hebben. Rianne en haar vriendinnengroep zijn opgehaald met de feestrit. Die rit bracht ze als eerste bij een workshop zilversmeden, waar ze een vriendschapsring van maakten. Na het zilversmeden was het tijd voor lekker eten. Gezellig, met z'n allen. En Joyce, hebben we genoten van vandaag? Ja, het was echt, echt heel gaaf. Vooral omdat iedereen erbij kon zijn. En dat is eigenlijk voor het eerst pas weer. En het feit dat we met z'n allen een blijvende herinnering hebben gemaakt, ja, is ook echt wel heel mooi. Ja, we hebben het heel gezellig gehad. Wat een dagje vol met warmte en samen zijn al niet met je kan doen. Bravo brengt mensen samen. Met wie wil jij een dagje Brabantse warmte en gezelligheid? Jullie uitje begint al onderweg.